Eerst en vooral wil ik jullie allemaal een gezond, gelukkig en voorspoedig 2021 toewensen. Exact een jaar geleden hadden we op onze druk bijgewoonde receptie onze kersverse voogdijminister Hilde Krivits op bezoek. Zij heeft hoge verwachtingen aan Vario en zij heeft ons dit jaar heel wat adviezen gevraagd. En in mijn speech in 2020 zei ik dat 2020 zo'n magisch, mooi symmetrisch getal wel een magisch jaar moest worden. Wist ik veel wat dat er toen op ons afkwam. Ik zei toen ook dat het van mij eigenlijk een zeer onwetenschappelijke gedachte was. Maar bon, wat fictie mag ook. Nu, geef toe, die crisis heeft ons volledig verrast en de wetenschap heeft ons toch wel een beetje in de steek gelaten. We weten eigenlijk nog altijd niet veel over het virus, maar aan de andere kant heeft de wetenschap ook een ongelooflijke prestatie neergezet en op minder dan een jaar een aantal vaccins ontwikkeld. Dit toont en dit bewijst dat wij moeten blijven inzetten op wetenschap, innovatie en onderneming om ons uit deze crisis te werken. In Vario hebben we elkaar dit jaar nauwelijks live kunnen zien, maar we hebben toch verder gewerkt en we hebben heel wat mooie adviezen afgeleverd die ook een impact gehad hebben op het beleid. We blikken met onze raadsleden terug op onze adviezen van 2020. We hebben in eerste instantie gekeken naar welke landen aan de absolute top staan qua innovatie. Vario heeft Zwitserland, Denemarken, Zweden, Finland en Nederland geselecteerd om ons mee te benchmarken op weg naar de Europese top. Hieruit hebben we geconcludeerd dat we vooral moeten werken aan volgende zwakke schakels. Het stimuleren van een ambitieus ondernemen, meer impact creëren van onze onderzoeksinvesteringen, werk maken van een geïntegreerde visie op innovatie en een efficiënter innovatiebeleid. Indicatoren zijn belangrijk om de impact van beleidsmaatregelen op te volgen, zodat Vlaanderen de top van innovatieve regio's in Europa kan bereiken. Vanuit die optiek hebben we een set van 20 kernindicatoren samengesteld om onze zwakke punten goed te kunnen opvolgen, maar evengoed onze sterktes nauw in het oog te houden. Zo'n set van indicatoren mag uiteraard geen fetisj worden, maar moet gezien worden als het begin van een evidence-based systemisch innovatiebeleid. Vario is dan ook zeer blij dat we de nulmeting mogen uitvoeren voor de minister. Vario heeft voortdurende aandacht voor het belang van talent en menselijk kapitaal. En denken we maar aan ons advies in zaken het aantrekken van buitenlands toptalent. En daarom is levenslang leren en eigenlijk ook het remediëren van de tekorten van stem een prioriteit. En ze zijn mijn inziens tevens cruciale sleutel voor de relance, om tegen 2030 als topregio door te stoten. Op vraag van minister Hilde Krivits bracht de Vario in 2020 een advies uit bij de conceptnota De Lerende Samenleving. En Vario heeft in zijn advies gepleit om concrete en ambitieuze doelen in zaken levenslang leren te formuleren. En dit op basis van een evidence-based aanpak. Zoals ook het stemplatform adviseert, een goed leer- en loopbaanbeleid zullen hand in hand moeten gaan. En een sterke leercultuur in het bedrijf maakt mensen wendbaar en weerbaar om met veranderingen te kunnen omgaan. Wanneer men de burger zou vragen van welk wetenschappelijk onderzoek gebeurt er bijvoorbeeld in functie van klimaatdoelstellingen, dan denk ik dat de meeste burgers daar helemaal niet van op de hoogte zijn. Dus dat betekent dat er veel meer moet gecommuniceerd worden met de burger. De Vario stelt voor om daarvoor een quadruple helix model te gebruiken. Dat wil zeggen, het helix is de DNA-structuur, dat zijn twee stringen die verbonden zijn. Dat is dan bedrijven, industrie en een derde is de overheid. En wij stellen voor om een vierde erbij te voegen, de burger. Dus dat betekent dat vanaf de beslissing van de overheid om dingen te doen en de middelen daarvoor te voorzien, dat ook alles wat daarmee gebeurt onder de vorm van projecten, timing en dergelijke resultaten, en de helix gaat in functie van de tijd, om dat ook te communiceren naar de burger. Er beweegt veel rond waterstof. Op vraag van minister Krivits hebben we vorig jaar de troeven van Vlaanderen voor de uitbouw van een waterstofeconomie in kaart gebracht. En inmiddels is er ook een Vlaamse waterstofvisie uitgewerkt door minister Krivits. Eind vorig jaar hebben 23 Europese landen, waaronder België, een gezamenlijk Europees waterstofproject gelanceerd. Dus met Vario denken we dat het goed zit.
Laat ons nu vooral vooruitblikken op 2021. Wij hebben in onze raad wat meer ruimte om ook een eigen agenda uit te stippelen. Veel aandacht zal gaan naar de SDG's, de Sustainable Development Goals, die eigenlijk een agenda zijn voor de menselijke vooruitgang. Zij vormen een houvast voor de noodzakelijke transities in de zorg, energie, klimaat, circulariteit. En een ander groot thema hangt hiermee samen, en dat is de strategische autonomie in Vlaanderen. Wij blikken vooruit naar 2021 met onze raadsleden. Binnen het werkprogramma van 2021 voor Vario vind ik zelf het adviestraject rond IPCEI-waardeketens erg belangrijk. IPCEI, dat staat voor Important Projects of Common European Interest, dus allemaal projecten in verband met de strategische autonomie van Europa. Binnenkort gaat het eerste Europese waterstofproject van start en er zitten nog een aantal interessante topics in de pipeline. Dit zijn Smart Health of slimme gezondheid, Cybersecurity, Industrial Internet of Things, elektrische en autonome voertuigen en tenslotte lage koolstofemissies. Met Vario brengen we momenteel in kaart welke delen van de verschillende waardeketens zich manifesteren in Vlaanderen. Bedoeling is om zo te komen tot een overkoepelend kader dat ons helpt bij het maken van overwegingen om zo te komen tot goede strategische beslissingen. Kennisgedreven buitenlandse investeringen zijn altijd erg belangrijk geweest voor een open economie als Vlaanderen. Hoe kunnen we deze versterken, maar ook meer robuust maken in tijden van crisis? En wat betekenen ze voor ons innovatie-ecosysteem en onze eigen O&O-investeringen? Als oprichter van een Vlaamse spin-off die ervoor koos om dankzij een Amerikaanse overname een groeiverhaal te schrijven, ligt me dit natuurlijk nauw aan het hart. Elke crisis is een geschenk van het lot aan creatieve mensen, zegt men wel eens. Dit kan ook zo zijn voor de COVID-19-crisis. Vergaderen doen we plots digitaal en de term takeaway betekent nu al veel meer dan enkel eten afhalen. Onder het motto Build Back and Greener geeft de Europese Unie aan dat we deze crisis kunnen aanwenden om onze economie groener en ook duurzamer te maken. Als Vario werken we momenteel aan een advies voor de Vlaamse regering om hem de tools te geven die Sustainable Development Goals te monitoren en in te bouwen in ons economisch relance model. Zo biedt deze crisis in de toekomst toch nog veel opportuniteiten. Voor mij is 2021 het eerste werkjaar als nieuw Vario-lid. Ik ben enorm enthousiast en heel tevreden ook met de topics die op het jaarprogramma staan. Met name dan in het bijzonder het adviestraject over de SDG's. Spreekt mij enorm aan. Duurzaamheid zit namelijk in het DNA van mijn organisatie en ik zal dan ook met heel veel enthousiasme de ervaring en expertise die ik hierin heb opgedaan inzetten in het belang van de adviezen van Vario. Ik kijk dan ook heel erg uit om samen te werken met alle leden van Vario om hierop in te zetten. Tot slot dank ik alle Vario-leden en externe partners voor de samenwerking in dit toch wel moeilijk jaar. We kijken hoopvol uit naar 2021, de start van een nieuw decennium. Er liggen in elk geval zeer veel uitdagingen voor ons, zoals klimaat, aging society, eigenlijk allemaal uitdagingen die nooit weg waren en waar onze Sustainable Development Goals, dus de SDG's, zo'n mooi framework voor bieden. Uitdagingen waar we al onze inventiviteit, al ons menselijk vernuft zullen voor nodig hebben om terug aan te knopen met echte vooruitgang die zo menselijk is. Dat we naast al dat virtuele ook de echte menselijkheid terug kunnen ontdekken en dat we elkaar in 2021 terug fysisch kunnen ontmoeten. Daar klinken we op.